Hallo allemaal, dit is het Nederlandstalige videoverslag van de Crystal Healing Loslaten Negativiteit van 29 juni 2017. De Crystal Healing is gisterochtend gestart om 10:30 en het begint altijd mee dat ik op zo'n moment ga voelen welke kristallen, kaarten en andere dingen in de cirkel willen komen te liggen. Ik begin dan in de woonkamer, kijken welke kristallen daarmee willen. En meteen werd mijn aandacht al getrokken door de woestijnroos. Ik heb een hele grote woestijnroos. En die wou dolgraag in het midden van de cirkel komen te liggen. Nou weet ik vanuit andere healingen al, dat ik daarbij in combinatie dan ook 4 staafjes kyanit moet gebruiken. En een bergkristallen dubbele vajra. Omdat dat die hele combinatie, als je dat op een bepaalde manier met elkaar combineert, dan komt er echt een enorme boost aan energie vrij. Maar vooral energie die helpt inderdaad negativiteit weg te halen. Dat is echt gelijk een knal. Ik ben inmiddels gewend aan die energie. Maar de allereerste keer dat ik die in een healing mocht gaan gebruiken, die combinatie. Nou, er stond echt het kippenvel me op de armen van hoe krachtig en mooi die energie was. Verder heb ik er omheen nog andere kristallen gezocht in huis, in mijn werkkamer. Zo zijn lagen er lemurische kristallen, vensterkwars, tourmalijn en nog een speciaal kristal in een cirkel. Maar ook mijn kristallen schedel Maria Magdalena en een beeldje van moeder met kind. Ook weer een verwijzing naar Maria en baby. En die kristallen die neem ik dan en al die spullen neem ik mee naar zolder waar ik de healing altijd doe. En dan ga ik kijken, oké, wat mag er nu gebeuren? Hè? Wat mag er nog meer zijn? Nou, toen bleek dat er een wit kleed dit keer op de vloer moest komen, vlak voor mijn altaar, en dat ik daar op de cirkel moest opbouwen. En dat dus ook mijn eigen persoonlijke altaar, die hier achter de camera staat, ook daarin mee gaat werken. Dus ook die kristallen die daar liggen, een Crystal Keys healing set, een andere healing set en meerdere kristallen schedels en kristallen draken, die werken dus ook mee aan die healing. Nou, de healing cirkel op de grond werd verder afgemaakt met mijn set Atlantean healing crystals. En dit zijn 12 Vera Cruz amethyst kristallen. En dan verder nog 1 kristal voor mezelf. Die staat eigenlijk voor iedere deelnemer in de cirkel. En 1 kristal, een Colombiaanse lemurisch kristal, die heel helder is en die is als mega versneller voor de hele healing cirkel. Die zorgt ervoor dat alles nog krachtiger wordt dan de cirkel op zich al is. Als ik die bui, als die cirkel met kristallen, beelden en dergelijke en stenen klaar heb, pas op dat moment ga ik de kaarten trekken. En dat waren dit keer ook heel bijzonder, want ik mocht niet in de gebruikelijke kaartensets gebruiken. De sets die ik gebruik voor mijn dagkaarten en maand- en weekreadingen. Ik kwam uit bij 2 andere sets. En het was eigenlijk wel heel toepasselijk eigenlijk ook, want die hadden allemaal woorden, krachtwoorden, die heel erg aansloten bij de healing. Bijvoorbeeld, synthesis, hè, samensmelting, samenvoegen van dingen. Opportunity, mogelijkheden. Je mogelijkheden gaan zien. Inspiratie. He, krijg ik van inspiratie. Integriteit. He, integer zijn. Maar ook water. En op dat moment had ik al wat kunnen vermoeden. Maar dat deed ik nog niet. Dat water drinken en je zuiveren door deze healing. Dat dat mega belangrijk is. Niet alleen voor mezelf. Maar ook voor jullie allemaal als deelnemer. Daarnaast waren er nog andere kaarten uit een andere set. En guidance, leiding, goddelijke leiding, universele leiding, innerlijke leiding. Ga die volgen. Completion, dat betekent een soort van afronden, afsluiten. Dat als je met iemand situaties hebt waarin je dingen niet volledig zijn uitgesproken, dat je dat toch kan gaan afronden. En dat is vaak... Soms kan het toch zijn met mensen die nog leven, maar je ziet het ook dat je het kan hebben met mensen die overleden zijn voordat je iets hebt kunnen afronden. En dat blijkt een hele belangrijke kaart in deze healing te zijn geweest. Receptivity, dat is openstaan om te ontvangen. Ga openstaan om te ontvangen en dan zul je groeien en kan je loslaten. En de laatste kaart voor in de cirkel was projections.
Hè, wat krijg je weer gespiegeld van de buitenwereld? Wat krijg je weer gespiegeld vanuit je innerlijke wereld? Wat wil dat zeggen? En zit dat op één lijn met wie jij wil zijn? Of wijkt dat af en wat kun je daarmee doen? Dat waren de kaarten die in cirkel kwamen. En daarna kwamen de vellen met de namen van de deelnemers. Nou, in dit keer waren er 150 mensen wereldwijd. Die mensen hadden echt, die zich echt hadden ingeschreven. En die 150 mensen hebben er nog voor gezorgd dat er nog 452 extra namen bij kwamen van andere mensen voor wie ze graag wou dat de healing ging werken. En 25 huisdieren. Dus in totaal lagen er 702 mensen in de cirkel en 25 huisdieren. En en dan begin ik de healing. En dan ga ik die openen en roep ik het universum aan. Roep ik de engelen aan, de elfen, de godinnen, mijn kristallen, al mijn kristallen in huis, mijn draken, mijn schedels. Help me deze healing te doen en dan herhaal ik wat de intentie is voor deze healing. En voor deze healing was dat loslaten negativiteit. En dat kan in allerlei situaties zijn. Het kan zijn negativiteit in jouzelf. Maar ook negativiteit die komt van anderen of in relaties met anderen. Dus deze healing werkt aan jou als jij bijvoorbeeld überhaupt geïrriteerd bent geraakt in de supermarkt. Omdat iemand jou heel rot beantwoordde of zo van, hé, mag ik er even langs? En dat je denkt van, gadver, wat is dit? Maar het kan ook zijn die collega op het werk die altijd vervelend is. Of die ex die zo rot doet. Of de aanvaring die je laatst hebt gehad met een van je kinderen die niet lekker ging. Dat soort situaties worden allemaal meegenomen. Maar ook situaties waarin andere mensen negatief zijn geraakt door jou. Doordat jij iets hebt gedaan of dat jij iets hebt meegedeeld. Misschien ben je wel ernstig ziek geworden. Misschien heb je wel iets naars meegemaakt. Of misschien kwam je een keertje rot uit de bocht. Kan ons allemaal gebeuren. We zijn mensen, we zijn niet perfect. We komen ook wel eens een keertje niet helemaal lekker uit de bocht. Dan wordt ook in die situatie gewerkt en aan jou in die situaties. Maar ook, deze healing heeft natuurlijk ook de mooie dat het gaat werken aan al die situaties in de wereld en het nieuws en in je omgeving. Waardoor jij negatief was geraakt door bijvoorbeeld dat je hoorde bijvoorbeeld van die enorme brand in die flat in Londen. Of dat concert van, oh daar ben ik er weer naar kwijt. Naast de video's weet ik haar naam. Maar het concert in Manchester, waar dus die aanslag is geweest, of andere van dat soort gebeurtenissen, of andere rampen, ernstige ongelukken, vermissingen, wat dan ook. Daarna wordt ook allemaal aangewerkt. En dat heeft voor deze healing echt een mega verschil gemaakt. Maar dat zul je verder opmerken in het verslag. Dus zodra die healing klaar is, ik heb de intentie gezet, dan ga ik stilstaan en ga ik voelen, wat mag ik doen? Wat mag er via mij stromen? Hoe mag ik iedereen bijstaan? En dat begon dit keer met zang. En bij mij is zingen over het algemeen tijdens de healingen niet met woorden, maar met klanken. En begon dit keer met lage klanken en hoge klanken en hoge klanken. Maar ook kinderstemmetjes die wat wouden zeggen. En op verschillende tonen. Dus eigenlijk iedereen die hier in de cirkel lag, of je nu man was, vrouw was of kind, kreeg een stem. En dat ging dus maar door en door die klanken. En daarin werden al emoties losgemaakt. En op een gegeven moment merkte ik dat ik op hele rare, bijzondere tonen ging zingen. Net zoals van die tonen waarvan je wel eens hoort dat als je dat resoneert met glas, dat het dan op een bepaald punt het glas kan gaan breken. Dat is eigenlijk best wel een irritant geluid. Maar dat was nodig in dit geluid. Het was nog net niet irritant, het was nog net aangenaam. Maar het zorgde er dit keer voor tijdens de healing. Ik moest het echt lang volhouden. Dat eigenlijk alle negativiteit uit je lichaam werd losgetrild. Dus vanuit diep van celniveau kwam het los en kwam het naar boven. En het was zelfs zo op een gegeven moment dat ik echt, toen ik door bleef zingen, echt voelde in mijn mond dat er zeg maar giftige dampen ontstonden, dat los kwam. En bij wijze van spreken zichtbaar uit mijn mond ging dwarrelen naar buiten. En op dat moment wist ik al, oké, na de healing moet ik veel gaan drinken. Want zuiveren is blijkbaar dit keer heel belangrijk. En daar hadden we net die kaart water ook voor. Hè? Dus dat zuiveren was heel erg nodig. En er kwamen ook enorm veel emoties los. Dus ook die mochten gezien en gevoeld worden en gezuiverd worden.
Nou, toen was dat stuk klaar en dat ging op zo'n manier dat ik al voelde, oké, ik mag mijn drum erbij pakken, mijn shamaanse drum. En die begon in eerste instantie heel rustig, met stevige slagen. En ik zei er allerlei affirmaties bij. Ik ben krachtig, ik ben sterk, ik ben liefdevol. En het ging zomaar door met hele krachtige powerwoorden en zinnen. En die werden gewoon bekrachtigd met die slag van die drum die maar doorging. En op een gegeven moment ging die slag van de drum wat sneller. En ging het meer over balans zoeken en in balans komen met jezelf. Maar ook daarin kwamen weer emoties los. En kwam ik weer, ik was het ook aan het combineren weer met zang. En voelde ik op een gegeven moment weer pijn loskomen. En op een gegeven moment was die pijn zo intens dat ik eigenlijk zelfs ineenkromp van de pijn. En het was echt alsof ik in paniek was. En de pijn was echt mega heftig en panisch. En op dat moment besefte ik al, oh wauw, deze healing is niet alleen bezig met de namen in de cirkel. Iemand had ook een overledene opgegeven. Er waren zelfs meerdere die hadden overledene opgegeven. Ik weet niet onder welke omstandigheden die zijn overleden. Maar deze healing werkt natuurlijk ook door aan al die ernstige rampen die er zijn gebeurd. En die situaties zijn natuurlijk mega heftig geweest. Voor die mensen die kwamen te overlijden op dat moment. Maar ook voor die mensen die dat hebben zien gebeuren. En op dat punt zat ik in één keer in die healing. Dat mensen getuigen waren van dingen. Dat er daarin dingen geheeld mochten worden. Voor mensen die op een pijnlijke manier zijn gestorven. Daar kan ik gewoon niet anders van maken. Dat is gewoon zo gebeurd. Die pijn mocht gevoeld worden. En ook getransformeerd worden. In dat drummen en met die zang. En sommige van die mensen zijn dus nu overleden. Maar ook daarin heb je fases dat dingen afgerond mogen worden. Voordat je door kan naar andere fases. Dus dit heeft voor die mensen een stuk afronding gegeven. En ook voor die mensen die getuigen zijn geweest van die zaken. Dus het is echt mega heftig wat er daarin gebeurde. Mega intens. Dus ik moest echt door die pijn heen drummen. En daarna kwam er weer oké en weer rust. En mocht ik op een gegeven moment met die drum in mijn hand en mijn stem en mijn zang. Ging ik in één keer dansen en bewegingen maken. En op een gegeven moment waren die bewegingen meer alsof ik een of andere ballerina waren. Hele sierlijke passen om de cirkel heen en weer. En het was voor in je kracht komen, in je element zijn. Ongeacht wat de wereld om je heen ook doet. Dat jij jezelf kan zijn, onaangedaan door de wereld, sierlijk en gracieus je eigen weg vinden. Nou, hoe gaaf is dat als je dat gaat lukken? En dat was dus op dat moment het stuk wat ik mocht doen. En daarmee was op dat moment mijn eigenlijk echt fysieke, bewuste inbreng kwam daarmee tot een einde. En op het moment dat ik voel van oké, dit is alles wat ik nu mag doen. En toen waren we echt al meerdere keren engelengetallen verder op de klok. Dat was zo bijzonder. En dan ga ik voelen, oké, cirkel mag niet wat. Oké, en in dit geval is het dus een healing negativiteit, loslaten negativiteit. Dan weet ik, dan is die cirkel is heel gretig, die wil dus aan iedereen werken en die heeft daar veel tijd voor nodig. Want het is met een kettingreactie. Het begint bij jou, door wat jij negatief geraakt bent en door al die mensen waar jij door negatief geraakt bent of die door jou negatief geraakt zijn, gaat de cirkel verder. Dus dan vanuit jou uit ontstaan al meerdere tentakels en dan gaat het vanuit die persoon weer verder en vanuit die persoon weer verder en vanuit die persoon weer verder. Nou, al mijn kristallen zijn mega gretig en willen graag voor hun aan de slag. En dus om 12, en dat, die opdracht krijgen ze ook. Ga dat doen in overeenstemming met wat die mensen hebben gevraagd. En dat gaan ze dan ook doen. En ze hebben de tijd gekregen tot 10:00 vanochtend. Dus vrijdagochtend 10:00. Echter, dit keer had de healing van mij ook een opdracht terug. De healing circle was heel duidelijk in bepaalde stukken. Het was nodig dat ik op een soort van dieet ging voor de komende 24 uur. Als eerste gaven ze me al de opdracht dat ik alleen nog maar water mocht drinken. Ik mocht niks anders. Nou, mensen die me kennen weten dat ik dol ben op mijn bakjes koffie. Ik drink er helemaal niet veel over de dag. Maar ik geniet er wel enorm van en ik vind het gewoon echt heel erg lekker. Dus ik probeerde nog te onderhandelen, maar nee, ze waren streng. Ik mocht geen koffie. Ik moest water drinken.
Want er waren zoveel toxische stoffen vrijgekomen door die healing. Dat moest allemaal uit mijn lichaam gespoeld worden. En ik sta weer symbool voor de processen die ook bij jullie lopen. Dus ook voor de andere mensen moest ik gaan reinigen en spoelen. En alleen water was niet voldoende. Ik moest daarna ook de rest van mijn eten aanpassen. Dus ik kreeg als instructies dat ik alleen maar fruit mocht hebben. Bepaalde soorten fruit en komkommer en tomaatjes. En ter aanvulling, omdat ik ook een lage bloeddruk heb, mocht ik nog wat nootjes om even dat element van zout toe te voegen. Zodat ik toch qua dat betreft stabiel bleef. Alleen op het moment dat ik al naar beneden ging en dacht van jeetje, nou mag ik geen koffie en dan moet ik dit doen. Wauw, wel intens hoor. Maar ik voelde al iets in mij, er klopt iets niet. Ze zijn nog iets vergeten te zeggen. En ja hoor, eenmaal beneden dacht ik, nou, even wat water drinken en dan ga ik zomaar even bellen of zo. En toen had ik dus, oh gosh, ik mag niet bellen. Ik kan niet praten. Ik voelde gewoon, ik mocht ook niet praten. Ik moest echt naar binnen keren, de rust pakken. Echt toestaan dat die reinigingen was. Ik moest me omringen met gewoon echt naar binnen keren en die processen gewoon laten gebeuren. En de rest van de dag me zo min mogelijk belasten. Dus ik heb een heleboel dingen van mijn activiteitenlijstje moeten schrappen voor die dag. En ik mocht alleen het hoognodige doen. Dat was mijn dagkaart en aan sommige mensen reageren omdat ze reacties hadden op de healing. En voor de rest mocht ik niks. En zo stond ik daar bij school. En kwam eindelijk die ene oude naar me toe, maar stond ik daar en mijn dochter aan te tikken. En die moest dus gaan zeggen, ja, mijn moeder mag niet praten door een healing die ze heeft gehad. In plaats van dat ze nou correct uitlegt, deed ze niet, maar weet je wel. Dus ik heb niet het antwoord gekregen wat ik dolgraag eigenlijk wou hebben van die mensen. En dat moest ik dus allemaal laten schieten, omdat ik voelde, dit is nodig, ik moet naar binnen keren. En doen. En ook wat anders gebeurde was dat ik toch enorm moe en sloom bleef. Dus ik weet gewoon, die healing werkt aan intensieve lagen, werkt heel diep en intens. En ik ben me dus zelf extra rust gaan gunnen. Ik ben 's middags gaan slapen, ik ben 's avonds vroeg naar bed gegaan. De volgende dag heb ik mijn dochter naar school gebracht en ook daarna ben ik weer gaan slapen. Totdat die healing klaar was. En ben ik weer gaan rusten. Toen ik om 10:30 mijn ogen voelde, nou mag ik mijn ogen open doen, nu mag ik de healing afsluiten. En op dat moment had de healing dus 24 uur lang gewerkt. En een van die dingen die ook bij gebeurde tijdens de eerste rustpauze, was dat ik keek daarna, op een gegeven moment keek ik naar die cirkel in het warme licht. Want ik mocht alleen bepaalde lampen aan, het gordijn moest dicht, bepaalde lampen waren aan. En ik viel mijn blik weer op mijn kristallen schedel en het beeldje. Op deze twee. En die staan voor de Maria Magdalena energie. En nou wil het toeval dat het weekend daarvoor op een meerdaags event, dat ook al te sprake kwam Maria Magdalena. Namelijk bij een event, een meerdaags event. En er was op een gegeven moment een oudere mevrouw en die tikte mij op de schouder. En die zei me van, joh, ik heb je nu al meerdere keren gezien dit weekend en ik wou je iets zeggen. Je hebt zo'n oude wijze uitstraling en iedere keer als ik naar jou kijk moet ik denken aan Maria Magdalena. En nu een paar dagen later liggen daar twee keer over dubbel in de cirkel die Maria Magdalena energie. Soms heb je dat gewoon, dat je gesprekken hebt of berichten voorbij zien komen op de ene dag. En dat je een dag daarna of een paar dagen daarna datzelfde weer terugkomt. En dat gebeurde dus nu ook weer. Het was eigenlijk al een aanwijzing dat deze twee gewoon nodig waren in de cirkel. Alleen op dat moment had ik dat nog niet zo begrepen. Maar ik vond het wel zo gaaf dat ik dat in één keer zag. En dat maakte me zo warm. Ik denk, wauw, wat is dit werk toch mooi. En dat wou ik ook graag met jullie delen. En nu is dan uiteindelijk, heb ik dus meerdere keren gewoon echt gisteren ook moeten rusten. Ik ben gisteravond moest ik vroeg naar bed, ik trok het niet meer. Ik ben 's ochtends op tijd opgestaan omdat ik mijn dochter naar school moet brengen. Maar daarna ben ik opnieuw gaan liggen, want ik was zo moe, zo sloom. Het enige wat ik kon doen was liggen. En pas om 10:30 werd ik weer alert genoeg, mocht ik weer mijn ogen open doen. En op dat moment mocht ik de cirkel gaan afsluiten en was die healing klaar. En op dat moment besefte ik al, verrek,
deze healing heeft gewerkt aan situaties waardoor wij enorm getroffen zijn. Maar die situaties waardoor we getroffen zijn de afgelopen maand, zijn een paar waarin ook mensen betrokken waren die wereldwijd zo'n bereik hebben. Wat zal dat wel niet hebben gedaan met het bereik van deze crystal healing? Nou, en net in de Engelstalige video, verslag, heb ik live die getallen zitten channelen en opschrijven. Heb ik dat uitgevraagd. Hoe groot is het bereik? Want dat vraag ik uit. Dat verzin ik niet uit mijn duim. Dat vraag ik uit het universum. Wat zijn de getallen? En dit is wat ik heb opgeschreven. De healing heeft een bereik gehad van 865.315.432 mensen. Meer dan 865 miljoen mensen. De andere crystal healingen loslaten in negativiteit hadden is een bereik van iets van 37 tot iets van 40 miljoen mensen. Dit is gewoon echt 10 keer over de kop. Zo gaaf is het. En dat komt dus doordat jij je hebt opgegeven. Dat 150 mensen de moeite hebben opgenomen zich te registreren. Die daarbij nog 452 andere mensen hebben neergeschreven. En vanuit die 702 mensen is dit getal ontstaan. Is dit bereik mogelijk gemaakt. Dus geef jezelf alsjeblieft een groot applaus. Schouderklopje dat je dit hebt gedaan. Want hiermee, dit heb je bereikt. En dat is nog maar alleen de mensen. Dit getal, 46.532, is voor het aantal plekken wereldwijd waaraan gewerkt is energetisch. Op die plekken is gewerkt aan de energie, is ook weer een stuk heling ontstaan. En die onderste, weet je nog dat we 25 huisdieren in de cirkel hadden? Al die mensen hierboven hebben natuurlijk ook hun huisdieren. En lang, net zoals dat lang niet iedereen zijn eigen huisdier heeft opgegeven, geldt het ook voor dat. Maar er is in totaal dus ook nog aan 875.432 huisdieren gewerkt. Wereldwijd. En ja, dit is toch echt om stil van te worden. Dit is zo bijzonder en zo magisch en zo mooi dat dit mogelijk is. Dat ik die constructie van deze healing vorig jaar tijdens de eerste crystal healing loslaten negativiteit heb doorgekregen. En dit is wat daardoor mogelijk is. Doordat jij je opgeeft of doordat anderen zich hebben opgegeven en weer anderen hebben opgegeven, is dit ontstaan. Dus wie weet hoeveel mensen in Nederland wel niet mee zijn genomen in deze healing. En ik denk als ik dat in percentages nu zo uitreken, dan zitten we op 47% van de Nederlanders zit in dit getal. Kun je nagaan. Hoe gaaf is dat? Nou, zoals je hebt gemerkt is deze healing mega intensief voor mij. Er wordt er veel van mij gevraagd en dergelijke. Dus ik heb op dit moment nog geen nieuwe datum voor een nieuwe healing. Want op het moment dat ik die datum neerzet en echt in mijn agenda schrijf, dan wordt het, begint voor mij ook al de healing te werken. Zodra jij je opgeeft, begint bij jou de healing ook al te werken. Soms is dat gunstig, is dat echt geweldig als je je eigen intenties hebt gegeven. Doe dat dan ook, want dan begint het werk dan al en dan zul je ook al effecten zien voordat überhaupt daadwerkelijke healing plaatsvindt. Maar ik zal dus na het weekend een nieuwe datum gaan bepalen voor de thema healing van juli. En in augustus komt er weer een gratis crystal healing loslaten negativiteit. Maar die datum komt dus nog weer later bekend. Want ja, het vraagt zo enorm veel inzet van mij. Dat ik dat liefdevol mag zijn naar mezelf en dat mag doseren. Dus pas iedere keer als de ene healing klaar is, geef ik een datum voor een andere. Mocht je nog niet op mijn mailinglijst staan en je ziet wel deze video, schrijf je dan in via de link bij deze video voor een van de mailinglijsten. Dan ben ook jij als een van de eerste op de hoogte van wanneer een nieuwe healing plaatsvindt. En dan kun jij kiezen of je daaraan meedoet. Sommige healingen zijn betaald. De crystal healing loslaten negativiteit is gratis, want dat is mijn dienstbaarheid naar de wereld. Dat is een ander stukje. Dat heeft zo'n unieke opzet. Daar mag ik voorlopig nog geen geld voor vragen. Dat hoort bij mijn. Ik heb een dienst gesteld van boven en dat hoort er gewoon bij.
Maar ik hoop je gauw weer te zien in de cirkel. Misschien dit keer zelf als naam. Misschien dat je toch denkt van, oh, ik wil nu je dagelijkse boodschappen volgen. Doe dat dan. Kijk wat voor jou goed voelt. Voor diegenen die in de cirkel hebben gelegen, zorg dat je goed water blijft drinken de komende dagen. Zorg dat je goed gaat spoelen, want er is enorm veel losgemaakt. En geef het een kans om uit je lichaam te komen. Zorg goed voor jezelf en graag tot de volgende keer. Dankjewel, tot ziens. Daag!